terechte score. De Spaanse leidt nog steeds. En dan komt nu Alana Schletter, 19-jarige Australische, die al deel uitmaakte van het Australische team in Sydney. Mooi, drievoudige schroef. We staan nog steeds op de tweede plek. Dus het moet weer niet te goed gaan met deze Australische. Dubbele pirouette en dubbele sprongen. Beide van 720 graden. Een hoogstandje. Deze Alana Schletter uit Australië. En de laatste sprongserie was ook niet helemaal zuiver, want ze had een sprongetje naar achteren. Maar ja, dat is misschien 500 of een tiende punt. En ik ben toch bang, want Theewater zegt eigenlijk dat die score van Harmes, 9.15, dat die nu overtroffen gaat worden door deze Australische Alana Schletter. Maar ja, die was in 2001 bij het wereldkampioenschap in Gent werd ze vierde bij het wereldkampioenschap. En vorig jaar in december bij de wereldbekerfinales in Stuttgart won ze de bronzen medaille op vloer. Kortom, die heeft dus echt al een reputatie op dit onderdeel. Vloer. En die reputatie laat zich nu mogelijk verzilveren. Ja, mooie oefening. Kijk, daar komt die Arabier flikvlak. En die dubbelsalto gehoekt. En hier even dat sprongetje naar achteren. Je zag gewoon dat...